beeld van de ideale geleerde is heel weinig divers. Als we daaraan denken, dan denken we snel aan een witte man, oud, vaak met een baard, met een bril. En met dat beeld worden we bijna dagelijks nog geconfronteerd in romans, in tekenfilms, in kinderboeken, in historiegalerijen, historische settings zoals hier. Maar als we tegenwoordig naar de kennissector kijken, dan weten we dat dat beeld eigenlijk helemaal niet meer klopt. Maar het is wel ontzettend hardnekkig. En ik onderzoek waar dat hardnekkige beeld nou vandaan komt. Ik doe dat door te kijken naar de periode waarin eigenlijk de moderne wetenschap is ontstaan. En dat is in de vroegmoderne tijd. En ik onderzoek dat door te kijken naar een groep die eigenlijk vanaf begin af aan is uitgesloten van dat wetenschappelijke debat, omdat het niet kon beantwoorden aan dat ideaalbeeld van de geleerden. En dat zijn geleerde vrouwen, die steeds vaker een stem wilden hebben in dat wetenschappelijke debat in de vroegmoderne tijd. Hoe onderzoek ik dat nou? Ik kijk naar de verbeelding van die geleerde vrouwen in portretten. Portretten zoals bijvoorbeeld dit voorbeeld. Je ziet hier Anna Maria van Schuurman, een van de eerste studenten in Europa. En die portretten die werden ook opgenomen in boeken. Dus die boeken die die geleerde vrouwen die mee wilden doen aan dat wetenschappelijke debat publiceerden in die periode steeds vaker. Die gingen ook van die auteursportretten, geleerde portretten bevatten. En daar openden een boek mee. Eigenlijk een beetje zo vergelijkbaar met hoe je tegenwoordig op de achterflap van een boek geconfronteerd wordt met de schrijver. Nou, waarom waren die portretten nou zo'n effectief medium, volgens mij, om een beeld van die vrouwelijke geleerde de wereld in te sturen? Omdat die twee nagenoeg onverenigbare categorieën, vrouw en geleerde, met elkaar combineerden. In één heel sterk beeld. Zoals je, ja, misschien is dit wel een mooi voorbeeld daarvan. Een schrijvende vrouw in haar bibliotheek aan de slag met het maken van een literair werk in dit geval. En ik onderzoek dat, hoe die portretten tot stand kwamen, wat voor beelden worden daar nou eigenlijk de wereld in gestuurd. En ik onderzoek ook hoe daarop gereageerd werd. En je kunt je echt wel voorstellen, dat was niet altijd even positief. Want vrouwen waren zeker niet welkom in dat wetenschappelijke debat. Daar werden hele vinnige reacties soms opgegeven en er werd heel veel kritiek. Die lokte uit tot debat over wat die positie van die vrouw in dat wetenschappelijke debat was. En wat probeer ik daar nou eigenlijk mee te doen? Door inzicht te krijgen in die patronen, de manieren waarop geslaagd of gefaald is geprobeerd een nieuw beeld van die geleerde te construeren, hoop ik ook mee te denken over strategieën die we kunnen inzetten in het huidige diversiteitsdebat.